Minister Stephen McAndrew heeft tijdens een ontmoeting met een delegatie van de International Organization for Migration, IOM, op 8 september de nadruk gelegd op het in goede banen leiden van migratiestromen naar Suriname. Deze zijn volgens hem heel divers en vereisen een gezamenlijke aanpak om zaken in goede banen te leiden. Gezien Suriname wordt geconfronteerd met unieke migratiestromen en uitdagingen. De delegatie van het IOM vindt het belangrijk dat Suriname de kansen ziet die migratie met zich meebrengt, maar ook de complicaties kent. Het ministerie van ROM, NIMOS en GISAT NV hebben op 12 september een belangrijke mijlpaal bereikt met de lancering van het werkplan voor de Geospatial Intelligence Hub. Het streven is om eind 2024 de Intelligence Hub te lanceren, waardoor gemakkelijk toegang tot informatie over het land, klimaat, geologie en demografie mogelijk gemaakt wordt via een website, app en andere technologische mogelijkheden. Het ministerie van ROM zal als bewaarder fungeren voor deze waardevolle bron. Dit initiatief betekent een historische stap voor Suriname en zal bijdragen aan duurzame groei in de komende jaren. In verband met het Prani Ujjari-project heeft het directoraat Landbouw van LVV woensdag met Prani Ujjari-project voortgezet te Paranam, werknemersbondproject in het resort Wanica B. Het directoraat Landbouw wil middels dit project het initiatief bij de mensen aanwakkeren om hun erven te beplanten met groenten en fruit om zodoende zelfvoorzienend te worden. Ramcharan mocht 28 huishoudens voorzien van groenten en fruitplantjes. De buurtbewoners waren ingenomen met het initiatief.